voorspelling. Maar ik denk dat het voor Michael fijn is om zo te beginnen. Hij verliest wel die eerste set. Maar ik denk dat hij wel een gevoel heeft van, dit gaat wel goed komen. Hij weet dat hij een wedstrijd aan de hand heeft. Hij zat er nog heel dichtbij, maar dan moet je een 12 dat er gewoon 170 uit is. Ja. Maar hij weet in ieder geval wel, oké, vandaag kan ik niet verslappen en denken van, nou, dit win ik ook wel op 80%. Hij zal er gewoon keihard voor moeten knokken. Ja, kijk, Wright mag de volgende set beginnen en die is heel erg belangrijk. Want als hij die kan houden, ja, dan sta je toch 3-0 voor. Ja, dan krijg je misschien Mike wel aan het wankelen. Vincent zei er straks, als het 3-0 voor Wright wordt, dan zal het wel eens een nadeel voor hem kunnen zijn, want daar gaat hij er al over nadenken. Vanwege dit toernooi, ja. Je moet wel 105 gemiddeld, dat is natuurlijk wel, hou je dat de rest van de wedstrijd vol, hè? Want dat is natuurlijk wel echt enorm goed. En als het iets minder wordt en iemand komt terug, dan kan het wel ook wel eens mentaal heel zwaar worden. Die zagen we niet aankomen. Een paar gemiste pijlen op de dubbels. En vervolgens is de set in één keer weg. Niks aan de hand. Was natuurlijk ook de set van Wright. Maar het is... ja, je moet die 50 dan ook maar wel uitgooien. Ja, en dat gebeurt dan. Ja, dan wordt het 5-3 met de volgende set die je mag beginnen. Oeps. Ja. Ik ben eigenlijk toch wel een Maar goed, Wright zou nog wel eens kunnen gaan wankelen natuurlijk, naarmate de finish dichterbij komt. Ja, precies. Het is gewoon druk erop blijven houden, maar je moet wel je kansen gaan pakken. En dat laat hij ze op dit moment toch te vaak. Ja, we kijken hoe het verder gaat.